Yo mensen van Rete Games, we gaan vandaag op vakantie naar Frankrijk, dus het wordt fucking leuk. We hebben nog gewoon ruimte over, joh. Wat dacht je daarvan? Kijk, we kunnen gewoon... Oh ja, wacht, ik zal het even laten zien. Hé, dat is elk jaar. Nou jongens, ik heb ook een afspeellijst gemaakt. En daar kan je alle muziekjes in zien die ik gebruik bij bewerken en in de intro's. Tenminste, bijna alle muziekjes. Als je nog muziekjes mist, van, dan zet daar gewoon van... Stel, er is een muziekje onder deze video en die staat er nog niet in. Zet daar gewoon onder in de reacties van de tijd wanneer dat video of wanneer dat muziekje begint. En dan zal ik kijken hoe die heet, zal ik hem erin zetten en dan zijn jullie blij. Bijna. En nu zijn we in Luxemburg. Hey. Oké, jongens, we zijn bij een tankstation. Even kijken of we dat wifi hebben, dan kunnen we misschien Pokémon's vangen. Ze hadden alleen geen Pokémon, dat was wel een beetje jammer. Maar ze hadden wel wifi. Frankrijk! Wee. Ja, Frankrijk bestaat natuurlijk veel maar aan. Tol betalen! Hey joh, Timo gek. We zijn bij de volgende stop. Het is langs zo'n snelweg, gewoon zo. Wat is dat bij de wc? De wc. Waar is dat? De deur. Hoezo? Dat is waar. Ga jij lekker poepen? Oké. Okay. Dit bedoelde Timo dus. Gewoon een gat in de grond. Fuck is keer. Staan we daar zo. Hey papa! Doe zwaaien! Kiek hem gewoon! Timo! Dood, tomatenplukkers! €25, dat valt nog mee. Hotelletje, of niet Timo? Hotelletje. Mooi, en de wifi hebben we geïnstalleerd. Kijk, we kunnen mooi lekker Clash of Clans gaan spelen allemaal. Kijk, nou is ook die ene boost. Dat is voor 1 gem, voor 7 dagen of zo. Ik weet niet, dat is al lang voorbij waarschijnlijk als je dit kijkt. Maar ja, dat maakt niet uit, dat is wel lachen. Timo, wat gaan we allemaal doen? Ja, een beetje lopen. Een beetje lopen zo en dan kijken of we ergens eten kunnen halen. Er is al wel een Mac gespot hier in de buurt. Dus als noodoplossing kunnen we daarheen. Kun je die weg eens? Waar is dat mee? Die moet er langs lopen. Oh ja, zal wel. We hebben een restaurantje gevonden, of niet Timo? Zo heet hij of zo. Kijk, en wij pakken dit. In de supermarkt, want hij was nog niet open. Tenminste, hij was wel open, maar nog niet avondeten. Ze hebben gelijk Doritos, maar ze hebben geen andere dan alleen de normale. Dus dat is wel kut. En cola. En wat Timo, heb jij? Bolognese. Ik heb echt nog nooit zo'n lange tafelvoetbal gezien, jongen. Godsamme. Dan ben je even aan het lopen. Nou mensen, waren net dus daar bij de Intersport of zo. En ik had dan nog een ratata gevangen, want ze hadden daar wief. Nou, ga nou daarheen, daar waar we net waren, daar rechts voor hen ook lopen om te eten. Waar we net ook waren. Nou jongens, hij is er al. Hoe lang hebben wij gewacht? Een minuut of 10 of zo? Nee jongen, geen kwartiertje, nog lang niet. Een minuut of 10 of zo en we hebben het al. Gaat al snel of niet, Timo? We zijn klaar met eten. En kijk, je hebt daar hele mooie vlaggetjes. Zie dat? En dan gaan we een ijsje halen. Nou, ik heb hier dus een McFlurry gehaald, maar ze roeren het geen eens.
Ze doen het niet eens roeren, dus dan moet je lekker zelf zo erin gaan porren. Tegen de tijd dat alles geroerd is, is het gewoon water. Nou mensen, dit was de video. Timo, we zijn die Doritos aan het eten. Hij is echt fucking smerig, er zit echt helemaal geen smaak aan. Ja, smerig is hij niet, maar er zit alleen geen smaak aan, dus daarom. Vond je deze video nou leuk, doe gewoon op de like. Vergeet de muziek niet te checken, als je dat wil. Die afspeellijst dat ik ook al in het begin van de video had gezegd. Of ergens onderweg was, daar weet ik veel. Doe even like, abonneren en check bij jullie. Later, gauw doen.